of je het nu wil of niet, AI raakt ons allemaal. En daarom zullen we het ook allemaal een beetje moeten begrijpen. En dat gaan we je proberen uit te leggen. Maar wat is nou AI? AI staat voor Artificial Intelligence, in het Nederlands kunstmatige intelligentie. Er is veel discussie over wat daar precies wel en precies niet in zou thuishoren. Voor mij is het nu een paraplu-begrip, waaronder algoritmische en datagedreven beslissingen eigenlijk samenkomen. En dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat valt best wel mee. Als je kijkt naar de tools van tegenwoordig, zie ik dat veel van studenten die bij mij komen, het vaak in een aantal weken al voor elkaar krijgen een algoritme te trainen. Soms zelfs zonder ook maar enige programmeerervaring te hebben. En dat ook niet te gebruiken. Die algoritmes worden dan vaak getraind op taken die wij als mensen vaak zelf al doen. Zoals het schrijven van teksten of berekeningen maken, daar een klein beetje op te voorspellen. Of, wat je de laatste tijd veel ziet in de AI, is zelf kunst genereren. Nou, dat doet de mensen heel goed. Tegenwoordig kunnen een aantal algoritmes dat ook best goed. Betekent niet dat die algoritmes, of die AI zoals we dat noemen, meteen kunstenaars zijn. Wat zij doen, is de kunst van anderen pakken en die op een best vernuftige manier remixen. Dus dan lijkt het iets nieuws, maar in feite is het een remix van eerder werk. En dat remixen, dat kunnen die algoritmes ontzettend goed. En vooral in de laatste tijd zie je, links en rechts, dat de type tools ons om de oren vliegen. ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E 2. Te veel om op te noemen. Het is misschien veel leuker ook om er gewoon naar te kijken. Erdins, heb jij wat van die voorbeelden? Natuurlijk heb ik leuke voorbeelden en interessante voorbeelden. Dus daar gaan we nu één voor één bekijken. Eerste voorbeeld is een bedrijf die artificial intelligence, kunstmatige intelligentie gebruikt voor tellen van schapen. Ja, dat kun je ook met de hand doen. Maar als je heel veel schapen hebt, is het wat handiger als je AI daarvoor in kunt zetten. Een ander voorbeeld is van een jonge dame die dankzij AI nu met anderen kan praten die geen verstand of kennis hebben van handgebaren. Dus fantastisch als je doof bent en eigenlijk met iemand wil spreken die het niet kent. Een wat leukere voorbeeld is Wombo.ai, misschien al bekend bij sommige luisteraars en kijkers. Dat is een gratis app waar je een foto kunt uploaden van jezelf, van je vader, moeder, vriendin. En daar kun je een liedje kiezen. En op een gegeven moment kun je een knopje drukken en dan ben je een zanger. Hè? En dan wordt er uit jouw mond gezongen. Een wat emotionele voorbeeld, maar wel een hele mooie, is een foto, de enige foto van mijn grootvader, die ik heb geüpload op MyHeritage. Voor degene die stamboomonderzoek doet, kent het wel. En wat hij doet is mimiek nabootsen van iemand. Of in ieder geval proberen na te bootsen. En ik heb een filmpje van mijn vader of grootvader laten zien aan mijn vader en aan mijn tante. En die werden emotioneel omdat ze herkenden hoe hij zich bewoog. Wat ik nu laat zien is ChatGPT. Daar is eigenlijk AI bij de overgrote meerderheid van de bevolking bekend mee geworden, terwijl het al heel lang bestaat. En ChatGPT is een rekenmachine voor woorden. Het is niet intelligent of zo, maar kan heel goed woorden uitspugen. Mijn nichtje bijvoorbeeld heeft het gebruikt om een stuk tekst die ze uit haar hoofd moet leren erin te zetten en te vragen aan ChatGPT, kun je daar een oefentoets mee maken. Dankzij die oefentoets kon ze achterhalen of ze de tekst wel kende of niet. We gaan nu een sollicitatiebrief sturen naar, wat kunnen we doen? Schrijf een sollicitatiebrief aan bijvoorbeeld de Efteling, waarin je de volgende woorden in verwerkt: enthousiasme, enthousiast en ik hou van lekker eten. En dan druk je erop en dan binnen eigenlijk no time krijg je een sollicitatiebrief. En je moet wel opletten dat hij soms ook wat dingen verzint en dat hij ook nog fake news kan creëren. Dus je moet heel goed in de gaten houden van, hey, lees het even over en kijk wat voor interessante meldingen het tool heeft gegeven.
Maar bijvoorbeeld zegt hij van, ik ben ervan overtuigd dat ik over de juiste kwaliteiten beschik of een waardevolle toevoeging te zijn aan het team van de Efteling. En daarnaast ben ik echt een lekker bek en ik hou van lekker eten. Dus dat verzint hij dan erbij terwijl je alleen maar hebt gezegd, ik hou van lekker eten. Je kunt er ook een rapliedje mee schrijven, hè? Schrijf een gedicht, kan ook, over Tilburg en doe nostalgisch. Ik verzin maar wat, daar kun je ook thuis mee oefenen. O Tilburg, stad van mijn verleden, hoeveel heb ik van jou gemist terugkerend naar jouw straten? Voelt als thuiskomen in mijn geest, et cetera, et cetera. En je kunt er ook vragen, rijm het, zorg ervoor, het moet wel rijmen. Dan druk ik nog een knopje en dan zegt hij, ik dwaal door de oude wijken, zie de huizen van weleer, herinneringen komen boven, het voelt als vroeger keer op keer. Een ander voorbeeld die ik wil laten zien is Dolly. Dolly is text to image, dus je kunt text to text, tekst naar tekst, tekst naar plaatje, tekst naar video, tekst naar sound laten genereren door AI. Dolly, ik wil een plaatje, dus ik zeg een groep studenten luisteren naar een robot in Tilburg. En dat duurt een tijdje, hè, een paar seconden, en dan krijg je een aantal plaatjes die gegenereerd zijn dankzij, en dan zie je, even kijken wat voor mooie voorbeelden we laten zien, ja, een groep studenten. Die luisteren naar een robot. En natuurlijk, als je erop klikt, dan zie je dat de gezichten nog niet 100% zijn. Maar dat is Dolly. En je hebt ook Midjourney. En die is wat geavanceerder. En die is nu zover dat je dus fake foto's kunt creëren van de paus, of van Trump, of van Obama en Merkel op het strand. We hebben een aantal tools laten zien. Er zijn er echt heel veel meer. Dus speel ermee, experimenteer ermee. En zorg ervoor dat je het onder knie krijgt. Het zal je leven, als je het op de juiste manier gebruikt, nogmaals, makkelijker maken. Ja, sterker nog, hoe meer kunstmatige intelligentie, ofwel AI, ons leven binnenkomt, hoe belangrijker het wordt om over ethiek en filosofie na te denken. Als je kijkt naar de filosofen, bijvoorbeeld begin 1900, dan heb je aan de ene kant Carl Jaspers, die zei dat techniek neutraal is. Het ligt er maar net aan wat je daarmee doet. Eigenlijk is techniek een soort instrument, instrumentalisme noem je dat ook wel. En had je ook Martin Heidegger aan de andere kant, ook in die tijd, die zei dat klopt wel deels, maar techniek overvalt ons ook. Het overkomt ons, worden daar eigenlijk een beetje aan onderworpen. Nou ja, beide perspectieven zijn best wel lastig, omdat het soms neigt naar ofwel een heel utopisch ofwel een heel dystopisch beeld over wat de impact van technologie zou zijn op ons mensen of op de samenleving. Als we kijken naar de techniekfilosofen in deze tijd, bijvoorbeeld Peter Paul Verbeek van de Universiteit Twente was hij toen de tijd toen hij dit ontwikkelde, die zegt techniek en mens, die zijn eigenlijk in elkaar verstrengeld. Om een voorbeeld te geven, ik ben een mens met een bril, ik heb -8. Als ik deze bril afdoe, dan zie ik jullie helemaal niet. Dan heb ik geen idee wie er hier voor me zit. Als ik die opdoe, ja, dan zie ik jullie wel. Ben ik dan met bril of zonder bril meer of minder de mens die ik eigenlijk zou moeten zijn? Ik kan dat eigenlijk niet meer van elkaar onderscheiden. Ik ben eigenlijk een soort technologische mens geworden. En dat is vast niet het enige voorbeeld, misschien kun je er wel meer bedenken. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen met de beste intenties worden ontwikkeld. En dan zou je denken dat ze dus ook in de toekomst automatisch goed uitpakken. Maar dat hoeft niet altijd. Als we kijken naar het verleden, dan zie je dat bijvoorbeeld Facebook ooit begonnen is op een universiteit tussen twee vrienden. Die hadden Facebook eigenlijk ontwikkeld als een digitaal smoelenboek. Hartstikke mooi, kon je mooi contact onderhouden met anderen. Het is eigenlijk een heel mooi begin geweest. Als je kijkt wat Facebook nu geworden is, dan is het eigenlijk een advertentieplatform geworden om advertenties te verkopen. En het is een platform waar de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed werden. Best bijzonder voor een platform met andere intenties eigenlijk de wereld op is gekomen. Om nog een voorbeeld te geven, Microsoft heeft ooit een chatbot ontwikkeld voor op Twitter, Tai geheten. En de insteek was, we laten daar mensen zelf content genereren en die chatbot gaat daarop reageren. Nou, wat gebeurde daar? Het was nog geen 24 uur live en die chatbot die was racistisch geworden, holocaust ontkennend en vrouwenvriendelijk. En Microsoft voelde zich genoodzaakt om die
chatbot eigenlijk weer af te sluiten. Dat betekent dus dat de ontwikkelaars van technologieën van nu goed moeten nadenken over de impact, niet alleen voor nu, beste intenties, maar ook voor in de toekomst. Wat kan er eigenlijk met die technologie over 20 jaar gebeuren, ook als de hele wereld misschien wel verandert? Die verantwoordelijkheid die hebben we allemaal. Dus niet alleen de ontwikkelaars van technologie, maar ook de gebruikers hebben een verantwoordelijkheid over wat je daarmee doet met die technologie. Want ja, als jij een deurbel koopt uit China en die beveiligt met wachtwoord 1234, dan kan er misschien ook wel iets gebeuren. We moeten daar echt heel goed over nadenken met z'n allen. Hoe gaan we daar nu over nadenken? We hebben die theorie aan de ene kant, maar we misten eigenlijk wat dingen in de praktijk. Van hoe pas je dat nou toe, die theorie? Wat we hebben gedaan binnen Fontys, we hebben een toolkit ontwikkeld, de Technology Impact Cycle Toolkit. Die te vinden is op www.tict.io. Die is gratis toegankelijk en voor iedereen te gebruiken. Dus niet alleen de ontwikkelaars van nieuwe technologie, maar ook de gebruikers. Ook mensen die niet technisch zijn, maar juist wat meer technische vragen willen stellen over die technologie. Die kunnen daar naartoe gaan en die vinden vragen in de richting van: wat is de impact van die technologie op de samenleving? Hoe zit het met data? Waar gaan die eigenlijk heen? Waar worden die opgeslagen? In welk land? Hoe zit het met privacy? Maar ook, hoe zit het met inclusiviteit? Doet eigenlijk iedereen wel mee bij deze nieuwe toepassing? Worden er misschien mensen onbewust of bewust achtergesteld? Zit er bias in de data? Wat voor een toekomst zijn we eigenlijk aan het bouwen? En wat voor een wereld zijn we eigenlijk aan het bouwen met z'n allen? En is dat de wereld waar we zelf in zouden willen wonen? Nou, dat AI veel impact op ons heeft, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar heel veel impact is ook niet direct zichtbaar. Daar heb jij nog wel wat voorbeelden van, toch, Danny? Jazeker. Je hebt nu heel veel supercoole tools gezien, wat gehoord over de impact op ons leven van AI. En ik wil vooral even laten zien dat die invloed vaak onopgemerkt is en nu al vaak in ons leven is. Ik heb daar een aantal voorbeelden van. Zo heb je bijvoorbeeld de muziekstreamers zoals Spotify, jullie waarschijnlijk wel bekend. Spotify was het antwoord tegen illegaal downloaden van muziek. En daar waren ze ook heel effectief in. Je zag het aantal illegale downloads ontzettend afnemen nadat spelers zoals Spotify op de markt kwamen. Maar ze hebben veel meer invloed op de muziekindustrie gehad. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld opgegroeid met muziek uit de jaren 80 en 90. Vaak lange intro's, soms zelfs wel liedjes van 8 minuten, die dan toch in de top 40 kwamen. Heerlijk, veel van genoten. Tegenwoordig, als je vooral naar de nieuwe muziek kijkt die op Spotify komt, is aanzienlijk korter en bijna geen intro's meer. Dat heeft een algoritmische reden. Als ik bijvoorbeeld zelf naar muziek luister van een aantal liedjes die 2 minuten duren, dan kan ik in dezelfde tijd van 1 liedje van 8 minuten naar 4 liedjes luisteren. Dat betekent dus ook voor die artiest 4 keer zoveel inkomsten. Wel lucratief, maar dus ook artistieke gevolgen. Zo zag ik recent bijvoorbeeld een nieuwe plaat van David Guetta, die op een dancefeest werd gedraaid. En daarbij was de rapper Eminem te horen. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Dacht je, hey, Eminem werkt een keer samen met een dansartiest. Maar dat was niet waar. David Guetta had namelijk een algoritme gevraagd: kun je een songtekst schrijven in de stijl van Eminem? En vervolgens aan een ander model, een ander algoritme, die tekst gevoed en gezegd: rap dit eens in de stem van Eminem. En het resultaat was een danceplaat waar inderdaad, als ik luister, Eminem op mee lijkt te rappen. Maar Eminem weet van niets. En dat roept natuurlijk heel veel nieuwe vragen op rondom auteursrecht. Ik werk ook regelmatig met juridische studenten die vaak onderzoek doen naar dit soort vragen. En ik merk dat de advocatenkantoren waar zij mee samenwerken precies deze vragen hebben. Voor mij roept dat op dat we als maatschappij moeten nadenken over gevolgen van het kunstmatig genereren van stemmen, kunst of muziek ten opzichte van het gewoon samplen of jatten. Verder wil ik jullie graag vertellen over de zogeheten slimme apparaten. Zo zijn er partijen die hebben slimme schoenen of slimme kranen op de markt gebracht. Alleen op het moment dat er dan een softwarematig foutje is of een update niet helemaal goed gaat, kun je bijvoorbeeld zoiets simpels als je handen wassen niet meer doen, of je schoenen niet meer aantrekken, of erger nog, niet meer uittrekken. Daarnaast hebben wij bij heel veel huishoudens, misschien bij jou thuis ook al, slimme speakers staan. En die slimme speakers hebben meer invloed op ons gezin en op ons leven dan je zou denken. Er zijn nu bijvoorbeeld al basisschoolleerkrachten die niet meer per ongeluk mama of papa genoemd worden, maar soms Alexa, ik heb een vraagje voor je. Daarnaast hebben ze een dusdanige rol in het gezinsleven, waarin er heel veel vertrouwen is vanuit kinderen.
En kinderen soms overgehaald worden door de speaker zelf om een nogal ongepaste challenge te doen, zoals een muntje in een stopcontact steken. Op het moment dat dit soort voorbeelden naar boven komen, dan zijn de partijen zoals Amazon, Google meteen als de kippen bij om dit soort zaken recht te zetten. Maar het laat zien wat voor invloed het op ons leven heeft. Zo hebben we nog meer slimme apparaten. Slimme kranen, slimme speakers, maar ook zelfstrikkende schoenen. Zoals die van Nike, die in 2021 op de markt kwamen. $350. Naar het voorbeeld van Back to the Future 2 van Marty McFly. Die schoenen hoefde je nooit meer te strikken. Ze zorgden ook nog dat het niveau van strikken precies op jouw perfecte niveau stond. En het leerde ook nog wat over hoe de schoen zichzelf gedroeg tijdens het lopen, zodat je zo comfortabel mogelijk liep. Nou pushte Nike weer een leuke update, maar die ging een beetje mis. En die schoenen konden ineens niet meer aan, of erger nog, niet meer uit. Dus er zaten mensen met schoenen aan hun voeten die niet meer los te krijgen waren. Zo zie je dat algoritmes veel meer impact op je kunnen hebben als je dure schoenen ineens niet meer aan of uit kunt trekken. Nu we het toch over schoenen hebben, ik wil het ook nog even over de voetafdruk van AI hebben. De AI voetafdruk, wordt zelden over gesproken, is enorm. Als je bijvoorbeeld kijkt, er is hier een plaatje over programmeertalen en hun stroomefficiency. Hier zie je bijvoorbeeld Python, een taal die het minst efficiënt is van alle talen in het gebruik van stroom. Nou is Python de meest gebruikte taal bij AI en data. En daarom zie je dat het creëren of het trainen van een model kost ongeveer hetzelfde als de hele levensduur van 5 gemiddelde gezinshouders. Zoals je inmiddels merkt, heeft AI vaak ongemerkt zelfs ontzettende invloed op ons dagelijks leven. En wat ik je vooral mee wil geven is: omarm dat, wees nieuwsgierig, experimenteer ermee, maar wees ook altijd heel erg bewust van de gevolgen.